Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik wil vandaag in deze video iets met jullie delen. Iets wat eigenlijk al een tijdje, dat ik al een tijdje in mijn hoofd zat om met jullie te delen, omdat dit ook een deel uitmaakt van mijn pad. En daarmee dan ook iets is dat mag gedeeld worden, omdat ik er 100% zeker van ben dat er mensen zullen zijn die situaties zullen herkennen of die aha-momenten zullen krijgen of wat dan ook. De afgelopen maanden, laat ons zeggen, vooral van februari tot en met april eigenlijk ook wel nog wat, maar iets minder, was voor mij een hele moeilijke en uitdagende periode. Zelfs tot in die mate dat ik op het punt zat om volledig mijn bedrijf stop te zetten. Wat ik anders zou gaan doen, dat weet ik niet. Maar door het feit dus dat ik speelde met het idee om nog steeds trouwens te immigreren naar het buitenland, had ik zoiets van ja, dan moet ik toch mijn bedrijf stopzetten en dan ergens anders weer opnieuw beginnen. En dus dat maakte dat doordat die maanden, februari, maart, april, stond de planeet Saturnus op een zodanige manier in mijn, ten opzichte van mijn kaart, dus ten opzichte van mijn energie, dat ik echt doorheen een nieuw diepe dal geweest ben. Ik had gelukkig goede vrienden om mij heen, waaronder Sarah natuurlijk, zoals jullie weten, is in alles, zowel in mijn hoogtes als in mijn laagtes, mijn sidekick, ik ga het maar zo zeggen. Ja, ik moet hier even aan de kant voor een tractor. Maar dus door ook de vele gesprekken met Sarah over het leven, over de obstakels, over hoe dat de structuren en de systemen, hoe dat de overheid is, zeker ook voor alleenstaande moeders of vaders, maakt niet uit, hoe dat het belastingstelsel in elkaar zit, hoe dat met BTW en dus die te maken heeft met ondernemen en hoe dat je elk kwartaal sociale bijdrage moet betalen. Maar op het moment dat je het dan wat moeilijker hebt, door een ganse papierwinkel moet gaan om maar misschien recht te kunnen hebben op een of andere vrijstelling of premie of wat dan ook. Het is gewoon te absurd voor woorden. Dat dan de manier waarop dat banken werken, de manier waarop dat ze betalingen tegenhouden, omdat weet ik veel wat dat het zou zijn, terwijl je een eigen andere rekening, een andere bank overschrijft, die dagen onderweg is, waardoor dat je in de problemen komt, waardoor een andere betaling niet betaald is, waardoor dat die dan beginnen te zagen. En ja, ik moet het u niet leggen, ik ben er 100% zeker van dat je zelf ook weet waar dat ik het over heb en wat dat er eigenlijk allemaal gaande is. En dus, zeker als manifester, waren er allemaal dingen die zo hard aan mijn energie trokken, dat ik totaal geen energie meer had om te schrijven of om überhaupt video's te maken. Ik heb het wel nog gedaan, maar ik voelde gewoon mijn energieniveau gewoon zo hard naar beneden zakken, tot het punt dat ik het gewoon letterlijk niet meer zag zitten. Dat ik me echt depressief voelde, niet wist hoe ik doorheen de dag zou komen. Wetende dat je dan ook nog twee kinderen hebt om op te voeden, die zelf door hun eigen stukken ook gaan. Dan nog het gasse tweelingvlamverhaal, die op dat moment ook niet echt liep zoals dat ik het zou willen. Enfin, mijn ego natuurlijk. Maar er is een shift ook weer gebeurd. Ik weet niet waar precies dat het gebeurd is, maar wellicht ook door het feit dat Saturnus niet meer in mijn kaart staat. Maar ik heb op dat moment de keuze gemaakt. Ik kon kiezen voor de tijdslijn waarop ik inderdaad mijn bedrijf ging stopzetten. En waarop ik inderdaad eventjes op ziekenkast zou gaan. Of welke oplossing dat ik dan maar bedacht had.
En ik heb gezegd, maar nee, dat wil ik niet. Ik wil niet in het systeem meer terechtkomen, omdat het nu vanuit mijn mind misschien de beste oplossing lijkt, want het brengt mij geld en dat was dan ook nog niet zeker. Maar dus, op een bepaald moment heb ik gezegd van, F it all, ik ga het op mijn manier doen. Ik heb het altijd op mijn manier gedaan en het heeft altijd gewerkt. Waarom werkt het dan nu afgelopen maanden niet meer? En dat is het stuk waarin dat ik uiteindelijk wil toekomen. Dat één, in dat moment heb ik de bewuste keuze gemaakt om de hoogste tijdslijn mogelijk te kiezen en om geen realiteit te aanvaarden waarin dat ik inderdaad verplicht was om van een uitkering te gaan leven. Ik zie mijn waarde als veel hoger en ik verwacht dan ook dat het universum die energie weer spiegelt en dat ook voor mij brengt. Dat is één. Dus op dat moment dat ik heb ik heel bewust gekozen welke tijdslijn ik wil ervaren en welke niet. Ten tweede, wat ik in deze video wil meegeven, is dat er heel vaak situaties gebeuren in jouw leven waar dat je wel een medespeler in bent, maar je bent niet de hoofdspeler. Waarmee dat ik wil zeggen, er is collectief en ik heb nogthans daar een video over gemaakt en het moment dat ik voelde dat het nodig was. En, ik kan niet meer zeggen een aantal maanden terug, of misschien zelfs vorig jaar ergens, of misschien zelfs het jaar daarvoor, dat weet ik niet. Maar ik had gezegd, de overheid verspreidt het idee van dat er een financiële crisis is en dat alles duurder gaat worden en bla 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 bla. En wat gebeurt er? Doordat de overheid of wie dan ook dat verspreidt en iedereen neemt dat gewoon maar klakloos aan als van, ah ja, het is zo en het is zo. Want als die dat zegt, dan is dat zo. Want het is wetenschappelijk bewezen of het is op basis van cijfers of het is op basis van I don't care what. Dan ga je natuurlijk met een hele collectief, met een hele bevolking, met een hele samenleving die realiteit gaan creëren. En dat is exact wat we nu ervaren. Namelijk dat het lastig is, dat het moeilijk is, dat mensen op hun geld zitten, dat mensen besparen op de dingen waar ze eigenlijk niet zouden moeten op besparen en zo verder en zo meer. En dat er natuurlijk eten duurder wordt en dat de belastingen bellen en de alles wat je maar kan bedenken. En dat is het stuk waarin dat ik wel heel duidelijk ook aangeven dat door het feit dat dat verspreid is en dat heel veel mensen gewoon leven, een leven leiden door en volgens die overtuigingen of dingen dat ze wijsgemaakt geweest zijn, want ja, het is zo. Het nieuws zegt het, dus ja, het is zo. Nee, het is niet zo. Wie weet het of je weet het niet, maar ik heb lang bij de politie gewerkt. Ik ben bij heel veel situaties geweest, letterlijk in persoon. En als je dan het verhaal van wat er zou gebeurd zijn, leest in de media of in de krant of op nieuws, maakt niet uit, dan is er altijd zo een hele scheppen bovenop gedaan, want ja, het is anders niet entertainend genoeg. Het is niet genoeg angstaanjagend. Het is niet genoeg voor de kijkcijfers. En daar gaat het enkel alleen maar ook nieuws is voor de kijkcijfers. Punt. Knoop daar in oren. Reden waarom dat ik niet meer naar het nieuws kijk. En toch weet ik altijd alles wat ik moet weten. Dus op dat moment, de afgelopen maanden, door het feit dat ik beslist heb om geen 1-op-1 meer te doen, dat mijn grootste inkomstenbron was. En dan verbonden aan mijn eigen natuurlijk, mijn eigen proces en mijn proces van mijn tweelingvlam, want daar heeft er ook een stuk mee te maken, waren de afgelopen maanden voor mij financieel gezien enorm uitdagend. Tot het punt dat ik dus gekomen was in, zoals ik net zei, februari tot eind vorige maand eigenlijk, of midden vorige maand, Portugal, de reis naar Portugal heeft er echt ook een shift gemaakt. Betekent voor mij. Waardoor dat ik zoiets had van, ja, Lindsay, je weet dat je bent met een reden. En je weet dat jij doorheen heel veel dingen gaat, zodat je kan uitleggen aan andere mensen waarom dat die dingen gebeuren en hoe dat we ze kunnen gaan veranderen. Dus als jij nu opgift, dan geef je niet alleen jouw leven op, maar één, ook heel veel dingen waar mijn kinderen dan zou moeten aanpassen. Maar ook heel veel mensen, jullie die mij volgen, mensen die ik misschien nog niet ken, die mij later nog gaan ontmoeten of wat dan ook. Dus op dat moment heb ik die keuze ook gemaakt van oké, ik moet de angst, en ik bewoord het bewust zo, dus de angst voor mijn eigen overleving
moet ik aan de kant zetten, omdat ik iets moet betekenen en betekenen voor het grotere collectief. En dat mensen bang zijn om geld uit te geven, ja, daar kan ik op dit moment niks aan doen. Maar daar ben ik ook wel mee in door betrokken. Want mensen gaan niet besparen op eten, ze gaan besparen op innerlijke groei, op coaching, op cursussen. Daar gaan ze op besparen. Ja, hoe zij zelf. Dus, ook daarin is het belangrijk om dat bewust te zijn. Omgekeerd zijn er nog heel veel mensen die weerstand ervaren tegen het feit dat het zo gemakkelijk kan gaan. Ze zijn dat niet gewoond, ze hebben nog te weinig ervaring dat het inderdaad moeiteloos en vlot kan verlopen en dat geld gewoon zomaar kan ontvangen van gelijk welke manier, waarop je manier weet wat dat komt, want het is aan het universum om te bepalen hoe en wat. En dus dat zorgt ervoor dat ze zichzelf constant gaan saboteren. Dus we gaan constant de eigen manifestaties gaan saboteren, gaan blokkeren, omdat we niet begrepen met onze mind. Het is niet logisch. Vaak was dat ook iets dat mijn twin zei. Wees nu toch eens realistisch. Maar wel in het Engels dan. Wees nu toch eens realistisch. En ik zei, ja, ik snap je allemaal wel. En ik begreep wat je wil zeggen. Maar dat werkt niet. En uiteindelijk ja, heeft hij ook moeten, is hij ook tot het inzicht gekomen dat het inderdaad ook niet werkt. Dat spiritualiteit altijd voorop staat. Altijd eerst energie. En deze week heb ik daar ook wel weer een voorbeeld van gehad. Had ik een kleine aanrijding op de parking van een winkel bij mij in de buurt. En ik vertelde het verhaal aan mijn twin en hij zei ook van... Ja, Lindsay, je zei niet Lindsay, maar kom. Zegt hij, het bewijst ook dat je door het feit dat je zo spiritueel in je energie zit, zo die kracht hebt, dat je ook op die manier beschermd bent. Want anders zou het een hele andere situatie geweest zijn. Zou ik misschien gekwetst geweest zijn. Of mijn dochter misschien, of die andere mensen. Of wie weet waar dat zo gebeurd zijn. Maar nu was het gewoon een kleine, letterlijk een kleine aanraking. Ik denk dat gewoon de bumpers gewoon elkaar zo... geraakt hebben. Maar eigenlijk hadden we altijd weer niks. Gewoon wat ver van elkaar. En toen wij denken aan het feit dat wat er gebeurt als je met iemand verbindt, dan ontvang je wat van hun energie. Dan ga je zo wat, precies energie aan energie, wat brushen, hoe zeg je dat, aanraken, wrijven. Maar in dat ene moment, in dat ene contact gebeurt er heel veel. En dus voelde ik ook, en wist ik ook onmiddellijk, door het feit waar dat gebeurd was, dat echt... Mijn parkeersensoren waren niet afgegaan. Ik had ze niet gezien op mijn achteruitrijcamera. Dus het is echt absurd en onlogisch te verklaren. Maar toch, ja, het is gebeurd. En uiteindelijk was er eigenlijk twee keer niks gebeurd. Maar daardoor ben ik dus in conversatie met die mensen geweest. Ik denk 5 minuten of zoiets. Maar in die 5 minuten, doordat zij in mijn energie waren en dat wij aan het converseren waren, een gesprek aan het voeren waren, dan is er heel veel meer gebeurd dan dat wat dat zichtbaar is. En daar gaat het altijd over. Het gaat niet over jouw kleine ikje, jouw kleine sterfelijke identiteit die je nu hebt. Het gaat over... toch zeker in mijn geval, de impact dat ik heb, de impact dat ik hier neerzet. En dus dat ook is voor iedereen anders, maar het gaat over wat hij betekent voor de anderen, wat hij kan delen, op welke manier hij je ziel kan gaan uitbreiden. Denk maar gewoon aan het feit dat je happy en hoe je energie in de winkel binnenkomt en je geeft die ene lach of die enige grappige noot aan degene die achter de kassa zitten, dat kan het verschil voor hen maken. En daar gaat het over. Daar gaat het over, daar ligt onze kracht. Dus maar om maar te zeggen, lang verhaal kort, ik ga niet stoppen met mijn bedrijf. Integendeel, ik voel me nog krachtiger en mijn ambities staan. Zeker nu ook dat ik het ook veel helder heb van wat is hetgeen waar we naartoe gaan, wat is de bedoeling. Dat mijn twin exact dezelfde boodschappen doorkreeg, dus daarin dat ook bevestigd naar mij toe dan, zonder dat ik er al iets over gezegd had. En dus nog veel meer gefocust in het ondersteunen van andere tweelingvlammen, in het ondersteunen van andere lichtwerkers, omdat het zo nodig is. Omdat zelfs die lichtwerkers, ik heb
zoveel mensen die met mij hebben samengewerkt en die plots vloep, vastzitten of bij wijze van spreken aan een plafond zitten, maar ze zitten niet aan een plafond. Maar ik verwacht, en ik heb eigenlijk niks te verwachten, maar dus er wordt verwacht van ons dat we constant blijven evolueren, dat we constant naar dat next level gaan. En dat is hetgeen waar ik het vandaag met Sarah ook over had. Van, ik kan het niet tegenhouden. Mijn groei blijft gaan. Ik kan alleen maar hopen dat de mensen die het nou en die dicht bij mij staan, dat zij in staat zijn om iedere keer die shift mee te maken. En iedere keer de kracht vinden om te blijven meegaan met mij. En gelukkig tot nu toe heeft mijn twin en Sarah dat gevonden. Maar het is ja, jammer, of moet ik het gaan zeggen, omdat het is gebeuren bij andere mensen die met mij hebben samengewerkt en dat die dan op een bepaald moment aan een plafond komen. En ook dan is het moeilijk voor mij, ik geef dat toe, om te zien waar dat hun potentieel zit en dat ze het vanuit hun mind dan niet die sprong, die next level sprong die van hen gevraagd wordt te nemen. Nemen ze het niet, nu niet, ja, dat wil daarom niet zeggen dat ze het nooit niet nemen. En dat is ook allemaal oké. En dat is ook hetgeen waar we meer en meer ook krachtiger in mogen worden voor onszelf, eigenlijk voor onszelf, ook naar onze eigen kinderen toe, naar onze partners toe. En gelukkig heb ik een tweelingvlam die daar exact hetzelfde over denkt. Wij zijn in complete union in die zin dat wij allebei die eenheid in onszelf hebben. En wij, wanneer wij samenkomen, versterken wij die eenheid in elkaar. Maar ook die onafhankelijkheid in elkaar. Dat zijn dingen, ja, heel moeilijk om uit te leggen. Maar als jij dus ook een tweelingvlam bent, of je loopt op pad van een tweelingziel, weet dan dat er sinds deze week ook een supportgroep is, een WhatsApp supportgroep, voor echt niet veel geld, voor wat je uiteindelijk ervoor krijgt. Vanaf juni ga ik daar ook live sessies in doen, waarin je dan live met mij kan verbinden en je vragen kan stellen. Omdat het belangrijk is, want het pad van een tweelingvlam is nu eenmaal verbonden met het met je eigen groei, met je eigen zielsgroei. En als je ooit de kans wil krijgen om een fysieke relatie met je tweelingvlam op een harmonieuze relatie te ervaren en neer te zetten, ja, dan is er gewoon maar één weg vooruit en dat is de weg van jezelf. De weg naar jezelf, de weg naar binnen. En dat is niet altijd de meest leuke weg. Het is soms heel eenzaam, zeker als je niemand hebt in je omgeving die weet waar je het over hebt. Dus ook daarin zijn er heel veel stukken. En mogen we stap voor stap eigenlijk al die kleine pelletjes, die kleine laagjes gaan af. Pellen gaan open laten openkomen. Het kreeg het beeld van zo'n lotusbloem die open gaat. Zodanig dat we allemaal ons hart volledig kunnen openen voor die onvoorwaardelijke liefde. Want het is echt, het is zo vervullend om te weten dat er iemand rondloopt hier op aarde met jouwzelfde, exact dezelfde energie, waardoor dat ze de perfecte partner voor jou zijn. En ze zijn niet perfect, hè, maar ze zijn wel de perfecte partner voor jou. Want dat zorgt er gewoon voor dat je zelf ook nog meer in je kracht kan staan. En dan ook nog veel meer van impact kan gaan zijn. En ik ben 100% zeker dat vroeg of laat gaan er ook video's verschijnen met mij en mijn twin samen. Maar op dit moment, omdat hij zelf ook een bedrijf geeft en dat al zijn aandacht nu vraagt, is dat nog niet aan de orde. Maar dat ligt wel ergens in het verschiet in de toekomst. Maar wat wel dus mogelijk is, als je vragen hebt en je wilt echt dingen weten van de divine masculine, van een mannelijke energie, dan kan ik dat natuurlijk wel altijd vragen. Dat is geen probleem. Zo, ik had hierbij laten. Ik heb genoeg gepreekt. Ik zie dat ik bijna aan 20 minuten zit. Maar ik denk dat het wel duidelijk is wat je te doen hebt, waar je kracht ligt en waarom dat je bij elke keuze die je maakt heel bewust jezelf moet afvragen van waaruit, vanuit welke emotie maak ik mijn keuze. Is het vanuit angst? Wat denk ik erover? Hoe denk ik erover? Wat denk ik dat er mogelijk is? En welke overtuiging zorgt er nog dat ik niet de realiteit ervaar dat ik eigenlijk liefst van alles wil ervaren? Voilà. Dus als je dat wenst, je wilt verder ondersteund worden voor je tweelingvlampad,
Dan zijn er de e-boekjes, mijn boek 96 Vlammen natuurlijk, de verschillende programma's. Kortom, er staat ondertussen genoeg online al. Wil je echt meer je vraag stellen aan mij te persoonlijk, dan is die WhatsApp-groep, of de WhatsApp-ondersteuning, eigenlijk de enige en de beste oplossing om dat te doen. De linkjes vind je terug onderaan de video. En van zodra dat je inschrijving in orde is, word je onmiddellijk toegevoegd aan de WhatsApp-groep. En kan je al beginnen met je vragen af te vuren. Als ik aan het trainen ben, ga ik niet antwoorden natuurlijk. Maar dan is Sarah er ook. Sarah, ik en Sarah doen de groep samen. Dus dat was het. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Maar waarschijnlijk ga ik in het weekend geen video's maken. Toch niet zoals ik het nu aanvoel. Maar alles kan in elke split seconde veranderen. En dan zie ik jou in de loop van volgende week. Daag!